Zal ik jullie even uitleggen wat voor materiaal ik gebruik en hoe de montage eruit ziet. De hengel die ik gebruik is een 2,40 meter spinhengel. Het werpgewicht is 15 tot 50 gram. Daaronder heb ik een molentje rond de 3000 serie, ongeveer 2000. En nu heb ik een gevlochten lijntje. Maar als het harder waait gebruik ik liever een nylon, omdat dat zinkt en dan drijft de lijn niet weg. Ik heb een stalen onderlijn met daaraan een dreg. En door je voren, na die stalen onderlijn, komt een loodje. Deze zijn van Fox. Daarboven een kraaltje. Dan een dobber van Spro van 15 gram. Dan weer een kraaltje. En dan als laatste komt er nog een stuitje. Nou, dit is de montage die ik gebruik. Heel simpel, maar werkt heel goed. En dan gaan we kijken of we nog een mooie snoek kunnen vangen. Ik heb een aanbeet. Nou aanslaan. Ja, snoek. Snoek. Centimetertje of 80 denk ik toch wel. Ik ga even een foto maken en dan gaat hij weer terug.